Beste studenten, beste ouders, beste collega's, van harte welkom in deze bomvolle aula. Tenminste, zo voelt dit moment aan, want één ding is zeker, uw studiegenoten, vrienden en of familie, die zitten allemaal rond u. En als het niet virtueel is, dan zeker in levende lijven of omgekeerd. Ik sta hier in de gloednieuwe One Button Studio van de Universiteit Antwerpen. Het is een opnamestudio om lesopname te maken en dat is allang geen overbodige luxe meer. Zelf sta ik, een beetje zoals Frank de Bozere tijdens Weerpraatje, voor een greenscreen. En dat betekent dat de achtergrond enorm kan variëren. Ik moet dat hier ook zelf bedienen, alles is tegenwoordig zelfbediening. Maar zo zie je maar dat we een vakantiekiekje kunnen hebben op de achtergrond. Maar ja, dat hebben we eigenlijk achter de rug, dus misschien is dit toch realistischer, een klaslokaal. Of gewoon de ingang van de aula, rector Danis, waar straks de receptie had moeten plaatsvinden. Maar daar vinden we nog iets op. Goed, het volgende uur gaan we langzaam toewerken naar een hoogtepunt, de plechtige proclamatie. Het wordt een aanloop met veel mensen. En waarom mensen? Ja, omdat het uitgerekend de mensen zijn die we zo hard hebben moeten missen sinds half maart het hele land in lockdown ging. Mensen blijven toch een beetje de velpon, de lijm van onze samenleving, van ons goed gevoel. Daarom presenteren wij u zo dadelijk de rector, de muzikant, de Afrikaanse leraar, de Hobokense schooldirecteur en we gaan ook een prijs uitreiken. Dat is iets nieuws en daar horen we straks meer over. Maar voor we dat doen, wil ik een heleboel mensen tonen waar jullie eigenlijk het meest mee aan de slag zijn geweest dit jaar. Dat zijn je medestudenten. Een sfeerbeeld van campus voor en na corona. Hier gaan we. Zo, hier zijn we weer. Ondertussen, en dat wist u waarschijnlijk nog niet, komen hier reacties binnen. We zitten namelijk op een YouTube-kanaal en iedereen die daar zin in heeft, kan een berichtje sturen, laten horen dat hij er is, vragen stellen, commentaar geven. Of we daarop reageren, ja, dat zullen we hier dan wel beslissen. Maar er kwam toch wel een vraag binnen van wie is die presentator? Het is inderdaad niet Frank de Bozere, sorry daarvoor, ik heb niks met het weer te maken. Ik ben Jan Sas. Leraaropleider, ik denk dat de meeste studenten hier in de zaal van mij hebben les gekregen en anders aangename kennismaking. Goed, even terug naar dat filmpje van daarnet. Over 300 jaar zullen uw nazaten toch wel met gefronste wenkbrauwen zitten kijken naar een paar zaken die in dat filmpje voorkwamen. Het lopen op rode strookjes op de grond,
de mondmaskers. Wie weet hoe we daar in de toekomst gaan op terugkijken. Maar nu gaan we niet naar de toekomst, we gaan naar het verleden. Ik moet u iemand voorstellen. Hij is historicus. Hij beheert een van de grootste privécollecties van stadsfotografie uit de 19e eeuw. En toen niemand nog uit zijn kot mocht, besloot hij daar iets mee te doen. Hij ontwierp een virtueel reisbureau met foto's van Vlaamse steden en zette dat allemaal op Facebook. En zo kon je leren dat bijvoorbeeld de Antwerpse leien opzettelijk heel breed waren aangelegd om epidemieën te voorkomen. Het begrip social distance werd toen duidelijk wat ruimer bekeken. Je kon ook te weten komen dat er tijdens de wereldtentoonstelling van 1894 Pawnee-Indianen naar de metropool werden gehaald. Of dat onze universiteitsstad in 1959 nog een vismijn had. Die lag naast het Museum voor Schone Kunsten. Of hoe je vis en kunst kunt verzoenen met elkaar. Wie is dan deze reisleider? Op wiens Facebookpagina je dit alles ook nu nog in woord en beeld kunt terugvinden. Ja, natuurlijk. Dat is onze rector Herman van Goetem. En hij heeft niet alleen felicitaties voor u, maar ook een warme boodschap. Beste studenten van de Antwerp School of Education. Eindelijk is het moment aangebroken waar jullie zo naar hebben uitgekeken, waar jullie zo op hebben gewacht, de proclamatie. Ik ben Herman van Goetem, jullie rector, en ik zal jullie nu dus officieel toespreken. Bij elke proclamatie hoort een toga, dit is de toga van de rector. Beste studenten, van harte proficiat met het diploma dat jullie vandaag behalen. Proficiat en ook dank. Dank aan de professoren, aan de hele universiteit die jullie gedragen hebben in de voorbije jaren. Dank ook aan de ouders, de familie, de vrienden, de bubbels, de dierbaren die jullie gesteund hebben om te worden wie jullie nu zijn. Het zijn bizarre tijden, dat is waar, maar dat zoveel mensen vandaag afstuderen is echt hoopvol. En die hoop, die willen we jullie ook meegeven. Jullie gaan nu in de wereld staan. Met al jullie mogelijkheden gaan jullie nu engageren. De universiteit blijft altijd bij jullie. Jullie zijn altijd onze afgestudeerden en in het traject van levenslang leren zijn we er ook altijd voor u. Maar volg vooral uw inspiratie, volg uw hart en doe datgene wat wij u ook hebben meegegeven. Je bepaalt mee de toekomst. Jullie studeren af in de Antwerp School of Education. Ik vind het heel fijn dat jullie gekozen hebben voor die richting, omdat onderwijs mee het fundament is van de samenleving. Het moet gezegd dat jullie ook wel een turbulent jaar achter de rug hebben. Er zijn een heel aantal onderwijshervormingen geïmplementeerd, overgangssituaties enzovoorts. En dan waren er ook de stages die in moeilijke omstandigheden door corona werden georganiseerd. Maar jullie hebben jullie anderzijds getoond als inventief, creatief en soepel, en ook dat is eigenlijk wel een sleutel voor de toekomst. Jullie hebben ervoor gekozen om jongeren te vormen en jullie doen dat elk vanuit een eigen opleiding die je gevormd hebt. Maar ik hoop vooral dat we doorheen de opleiding aan jullie ook een brede kijk op de wereld hebben gegeven. Een brede focus waarbij we vanuit algemene kennis kijken naar mens en samenleving. Want de uitdagingen die op ons afkomen, dat weten jullie, die zijn heel groot. De wereld van morgen kennen we niet. Maar de jongeren vandaag zijn degenen die de wereld van morgen zullen uittekenen. En die jongeren die zullen jullie ook vormen. Dat is een hele, hele fijne opdracht waar jullie voor staan. Ik wens jullie van harte veel succes in jullie professionele loopbaan. Maar ik wens jullie vooral ook heel veel geluk, want misschien is dat wel het belangrijkste. De wereld ligt aan jullie voeten. Jullie gaan mee de toekomst bepalen. Ik wens jullie heel veel geluk. Het gaat jullie goed. Hier zijn we weer met de quizvraag, de eerste quizvraag van de avond. Achter de rector hing een grote foto aan de muur. En dat was eigenlijk een foto van een beroemde Vlaamse fotograaf. Wie is die fotograaf? En ik had ook kunnen vragen, droeg de persoon op die foto een bril, ja of nee? Dat is dan de schiftingsvraag. U mag reageren via YouTube. Er is niks te winnen, maar zo houden we de interactie er toch even in.
Goed, terug naar de kern van de zaak. Uit examenresultaten in de staat Californië blijkt dat leerlingen die 4 jaar of meer kunstvakken in hun curriculum hebben, ver boven het gemiddelde scoren voor verbale toetsen en voor wiskunde. Wie het zonder kunst doet, die duikt daar ruim onder. Bovendien zou kunsteducatie er ook voor zorgen dat leerlingen minder snel de school verlaten zonder een diploma. Nu willen we natuurlijk niet dat jullie hier nog jaren blijven plakken, maar een beetje kunst willen we er toch wel tegenaan gooien. Ik stel u dan ook graag Amour Fou voor. Dat is eigenlijk een verzamelnaam voor 2 muzikale vrienden die zich na hun opleiding lieten inspireren door La Douce France. Met een romantische viool en Zuid-Franse accordeon mixen zij Franse melodieën met swingende klassiekers. En ook zij hebben u iets te vertellen. En voor de quizvraag, let ook goed op het meubilair. Beste alumni, dit is Steven, ik ben Koen en samen zijn we Amour Fou. Je kunt ons wel eens tegenkomen in Antwerpen op straat, want op straat spelen, dat is toevallig een van onze specialiteiten. Alvast van harte gefeliciteerd met jullie diploma. Tijd is voor het echte leven. En dat is 1 groot feest. Liefst buiten werkuren. En bij feest hoort muziek. Hier alvast een muziekje om jullie in de sfeer te brengen.
Succes! Amour fou. Ondertussen hebben we het antwoord al doorgekregen van sommige kijkers op de quizvraag van daarnet. De fotograaf was inderdaad Stefan van Vleteren. En de man op de foto droeg effectief een bril. Proficiat, u wint niks, maar u hebt toch maar u goed bezig gehouden tijdens deze aangename deun. Trouwens, dat is dan de quizvraag voor nu. Hoeveel stoelenpoten waren er in totaal te zien op het filmpje? Denk er even over na. Nu gaan we over naar het volgende punt. Het voorbije jaar zijn jullie ongetwijfeld geattendeerd op het bestaan van het CNO, het Centrum Nascholing Onderwijs van onze universiteit. Sinds enkele jaren huist dat centrum in nieuwe gebouwen op het Mechelsplein. Daar bedenkt en organiseert het CNO-team tal van workshops, lezingen, congressen, allemaal over onderwijs, vakgericht, algemeen, actueel, noem maar op. Jaarlijks nemen niet minder dan 12.000 leraren uit heel Vlaanderen en het Brussels gewest daaraan deel. Op basis van mijn eigen ervaring kan ik u alleen maar warm aanbevelen daar ook gebruik van te maken. Maar er is iets nieuws. Vanaf dit jaar zet het CNO ook zijn schouders onder een nieuw initiatief, een prijs voor de beste masterproef. En daar kon je dus aan meedoen. Wij konden daar absoluut niks tegen verzinnen en dus nodigden we CNO-directeur Luc Pierard uit om tekst en uitleg te geven en meteen ook om de winnaar bekend te maken. Geachte mevrouw de vicerector, beste collega's en vooral beste studenten. Zoals Jan het daarnet al heeft gemeld, organiseert het Centrum Nascholing Onderwijs elk jaar meer dan 500 nascholingen voor het onderwijzend personeel. Met één doel: zij die werkzaam zijn in het onderwijs helpen en ondersteunen door gerichte nascholingen te organiseren, vertrekkende van good practice, van nieuwe wetenschappelijke inzichten en steeds met de wil om in te spelen op actuele noden. Morgen ontvangen jullie allemaal, jawel, op jullie oude UA-mailadres, dat om privacyredenen, een mail van CNO. Een mail met het verzoek nu reeds een account aan te maken op onze CNO-website. Zo kan CNO jou op de hoogte houden van het recente aanbod via enkele gerichte nieuwsbrieven en folders. Wees gerust, geen massa, maar zo kunnen wij jou ook vanaf je eerste jaren in het onderwijs helpen en ondersteunen met ons nascholingsaanbod. En als wij jullie kunnen helpen, dan helpen wij onrechtstreeks ook degenen voor wie we het allemaal doen, namelijk zij die op de schoolbanken zitten. Dus een warme oproep om de komende dagen een account aan te maken. Jullie ontvangen ook een voucher ter waarde van 10 euro, geschonken door de Antwerp School of Education, waarvoor oprechte dank. Deze bon kunnen jullie volgend schooljaar, dit schooljaar, gebruiken voor een van onze nascholingen. Het volstaat dan in het vak opmerkingen te vermelden dat jullie een bon hebben ontvangen van de school. En dat brengt mij tot de reden van mijn korte interventie vanavond, de allereerste CNO Masterproefprijs. Zoals daarnet vermeld is CNO steeds op zoek naar nieuwe thema's, resultaten van wetenschappelijk onderzoek, dat nieuwe inzichten die we graag delen met onze doelgroepen. Vorig academiejaar, met de komst van de educatieve masters, leek het ons een goed idee om een prijs uit te reiken. De prijs voor een masterproef die zeer relevant is voor het onderwijs en vlot zou kunnen omgebouwd worden tot een nascholing, een workshop binnen CNO voor een welbepaalde doelgroep. De laureaat mag zich dan het komende jaar lesgever bij CNO noemen, want krijgt als prijs de garantie dat zijn of haar onderzoek zal worden opgenomen in de vorm van een nascholing in ons aanbod. En uiteraard krijgt de laureaat naast die eeuwige roem ook nog eens een honorarium voor het geven van deze workshop. De idee werd gelanceerd en wat waren wij, bij CNO, aangenaam verrast door de respons. Tientallen inzendingen en wat een kwaliteit, wat een weelde. Het was voor de jury, zijnde het dagelijks bestuur CNO, dan ook een hele moeilijke keuze. Nu al wens ik elk van jullie van harte te danken. Onderzoek hebben doorgestuurd en doorgemaild.
We hebben fijne momenten beleefd bij het lezen van dit prachtig werk. Elke bijdrage was zeer waardevol. We mochten en konden helaas slechts één prijs toekennen. En dus hebben we de knoop doorgehakt en de keuze is gevallen, en ik citeer nu het dagelijks bestuur, op een masterthesis die op een realistische manier klassiekers uit een ver verleden, met de daarbij horende culturele aspecten, ontsluit voor laaggeletterde jongeren. Een masterthesis die beantwoordt aan de nood aan literatuur op maat. Een prachtige en realistische manier om klassiekers uit een ver verleden, met de daarbij horende culturele aspecten, te ontsluiten voor laaggeletterde jongeren. Het geheel werd bovendien ook nog op basis van evidence-based research getest met de doelgroep en dat in coronatijden. Bruikbare literatuurlessen voor ook aan leerlingen, BUZO-leerlingen, BSO-leerlingen, TSO-leerlingen, dit beantwoord aan een reële nood. Vernieuwend, relevant, origineel en inspirerend, met daarboven een goed uitgewerkte vertaling naar doelgroep van onderwijsprofessionals. Dit werk beantwoordt werkelijk aan alle criteria van deze prijs. Zij, want het is een dame, zal zich al wel herkend hebben in deze beschrijving. De titel van haar werk, De ontsluiting van een Vlaams topstuk voor laaggeletterde jongeren in het Nederlands. Beste mensen, de eerste CNO Masterproefprijs gaat naar een student educatieve master in de talen met als promotor professor Jordi Kastelein, haar naam Sophie Moors. Applaus! Nu blijft het overdovend stil. Beste Sophie, ik weet dat je ingeschreven was en dat je hopelijk aan het kijken bent. Normaal zou je nu onder overdovend applaus de trappen afdalen om jouw prijs in ontvangst te nemen. Deze virtuele setting maakt dat helaas niet mogelijk. We hebben voor jou dan een heuse oorkonde gemaakt. Ik laat die hier eventjes zien. Die gaat binnenkort naar jou thuis worden gestuurd. Je mag die inkaderen, voor het raam hangen, naast de foto van je lief zetten. Je mag daarmee doen wat je wil, maar vooral je mag het koesteren. En binnenkort nemen wij met jou contact op om af te spreken voor die workshop die je voor CNO volgend jaar mag geven. Nogmaals proficiat, Sophie, maar ook proficiat aan alle anderen die vandaag afstuderen. Ik hoop oprecht dat jullie in het onderwijs gaan, voor het onderwijs kiezen en vooral ook in het onderwijs gaan blijven. Het onderwijs heeft jullie echt nodig. En na zelf 30 jaar in het onderwijs te hebben gestaan, mag ik dit zeggen? Laat u alsjeblieft niet misleiden of beïnvloeden door de soms negatieve berichten die in de media verschijnen. Het leraarschap, neem het van mij aan, is echt het allermooiste beroep. Ik wens jullie veel succes in het onderwijs, in jullie verdere leven en hoop jullie uiteraard in een niet al te verre toekomst te mogen begroeten op een van onze nascholingen. Een fijne avond. Ik heb een probleem. De accu is bijna al leeg. Ja, het komt in orde. Oeps, excuseer. Hier ben ik weer. We zaten bijna zonder stroom. Dat heb je met One Button Studios. Met één knop kan het allemaal omzeep zijn. Maar geen probleem. Belangrijke kwestie die dringend moet worden opgelost is hoeveel stoelenpoten waren er te zien onder de muzikanten. Want zij zaten wel degelijk op stoelen. Drie mensen hebben ons laten weten dat die muzikanten recht stonden. Nee, dat was niet het geval. Ze zaten wel degelijk. 40 antwoorden zeiden dat het om 8 stoelenpoten ging. Maar in feite waren het er 6. Het waren 3 pikkels, zoals dat heet. Goed, back to business. In een vorig leven maakte ik als onderwijsjournalist geregeld reportages in ontwikkelingslanden. Dat ging altijd over onderwijs uiteraard. En een van die landen was Burkina Faso. Dat ligt in Midden-Afrika, enfin, iets meer naar het noorden, naar links ook, hoe het ook bekijkt. Een van de armste landen ter wereld in elk geval. En ik woonde daar op een dag, het was 40 graden, een les bij in een lemen hut met een strooien dak, waar 60 kinderen en jongeren les kregen. Het was een les Frans. En de leraar stond vooraan en zijn enige didactische hulpmiddelen waren een stompje krijt en een heel al bollig versleten schoolbord. En dan praten wij over een krachtige leeromgeving. Nu, dat woord krachtige leeromgeving werd daar heel relatief, maar tegelijkertijd werd daar enorm veel geleerd. Want
elke leerling in de hut besefte dat onderwijs zijn enige kans was om ooit elke dag toch op zijn minst een maaltijd te hebben. Hier was ook geen klasmanagement voor nodig. Ik vertel dit omdat ik jullie zo'n ervaring ooit in jullie leven toewens. En je hoeft er niet altijd voor naar Afrika te gaan. Maar het is eigenlijk out of the box ervaren hoe de waarde van onderwijs ook het materiële ver kan overstijgen. Nu is er een groepje studenten onder u die hun eigen inleefreis het afgelopen jaar al hebben gehad. Ze zijn naar Zambia getrokken. Een onderwijservaring die ongetwijfeld heel lang in het geheugen zal blijven hangen. We hebben daar een filmpje van. Zo, hier zijn we weer. En u staat al klaar natuurlijk om met veel inzicht te antwoorden op de volgende quizvraag. We zullen eenvoudig beginnen. Het is een ja-nee-vraag. Ja-nee, kwam er een waterval voor in het filmpje? Daar mag u nu massaal op antwoorden. En de schiftingsvraag luidt dan: met hoeveel studenten zaten ze dan in dat bootje? We horen het zo dadelijk wel. Is Imke Verschuren in de zaal? Ik ben een beetje aan het rondkijken. Waarschijnlijk wel, want ze gaat zo dadelijk voor ons optreden. Dat had ik toch begrepen. Imke studeert niet alleen af als educatieve master, maar samen met haar zussen Femke en Anke vormt ze ook de muziekband Enchanté. Samen met hun gitarist en percussionist brengen zij uiteenlopende nummers van alle tijden, in alle talen en in een nieuw jasje. Vorig jaar haalden zij daarmee de finale van de talentenjacht Rising Star van Radio MNM. Het wordt me hier al te veel. En ze eindigden in de top 3. Speciaal voor deze proclamatie nam Imke een solonummer op. Een primeur dus, en daar gaan we nu naar luisteren. Goedenavond iedereen, ik ben Imke en ik studeer samen met jullie af in de EDUMA. Ik wens jullie allemaal heel veel succes in de toekomst, in het onderwijs of ergens anders. En vanavond zing ik op ons. School!
walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He told her a story about life, with a glint in his eye in the corner of a smile. One conversation, single moment, things that change us if we notice. When we look up sometimes, they said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers waiting at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student laughter, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes out to the underdog. Keep on keeping it what you love, you'll find that someday you will rise up, yeah. She's riding in a taxi back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on the run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and smiled. One conversation, single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers waiting at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes out to the underdog. Keep on keeping it what you love, you'll find that something soon you will rise up, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping it what you love, you'll find that someday soon you will rise up, yeah. Applaus! Ik hoor het tot in de huiskamers. Ja, we zijn toe aan de antwoorden op de quizvragen. Op de vraag, kwam er een waterval voor? Zijn twee onorthodoxe antwoorden gekomen, namelijk nee. Ik weet niet naar wat die mensen aan het kijken was, maar goed, er zat een waterval. Enfin, het waren meerdere watervallen. Hoeveel man zat er in die boot? Wel, ik had beloofd aan de jury om een vraag te stellen waarop ik het antwoord zelf niet weet. Mensen die mij kennen weten dat een van de aspecten van taalgericht vakonderwijs is dat je als leraar een vraag durft te stellen waarop je het antwoord niet weet. Wel nu, ik weet het niet. Maar Gilbert Verbeek, die mee was op reis, weet het wel. Dus stuur nu allemaal een mail naar Gilbert Verbeek en zij gaat u weten te zeggen hoeveel volk daar echt in die boot zat. Dag Gilbert, alles goed met jou trouwens? Ik denk dat ze aan het kijken is. Goed, we gaan over naar de kern van de zaak alweer. Ooit vroeg het tijdschrift Max, klasse voor jongeren was dat toen, aan 1000 leerlingen wat de kwaliteiten zijn van hun beste leraar. En zo dadelijk gaat vice-rector Anne de Schepper daar heel wat over vertellen. Wat ze niet gaat vertellen, we hebben dat een beetje afgesproken, wat zeg jij, wat zeg ik, is dat daar één kenmerk bij zat dat door heel veel leerlingen is genoemd en dat je niet meteen verwacht bij een peiling over de beste leraar. En wat zeiden enorm veel jongeren? Die zeiden ja, een leraar die moet goed ruiken. Ik laat aan jullie echt de interpretatie over hoe je dat zelf gaat invullen. Denk ik, probeer wat met knoflook of met lavendel. Doe daarmee wat je wil. Zorg dat je goed ruikt. En daarmee heb ik inderdaad al het bruggetje geslagen naar het woordje van onze vice-rector Anne de Schepper. Ik geef haar graag het woord. Beste student, andere tijden vragen om andere oplossingen. En ik ben blij dat ik jullie langs deze ongewone weg toch kort kan toespreken. Een promotie is voor een universiteit een heugelijk moment. En als voorzitter van de Antwerp School of Education
is het voor mij bovendien ook erg fijn om te zien hoe onze collega's er weer om in geslaagd zijn om vele enthousiaste studenten naar een mooi diploma te leiden. Maar uiteraard is het vandaag vooral een mijlpaal in het leven van jullie, beste studenten, en in dat van jullie familie. Alle goede dingen bestaan uit drie, en ik zou daarom graag drie zaken willen aanhalen. Ik zou jullie eerst willen feliciteren, uiteraard, daarna bedanken en tenslotte een opdracht geven. Maar first thing first. Mede namens de rector wil ik jullie allemaal van harte feliciteren met het behalen van jullie diploma van de educatieve master of van de specifieke lerarenopleiding of met het behalen van jullie getuigschrift didactiek Nederlands aan anderstaligen. Jullie hebben allemaal met succes een mooie studie afgerond en jullie kunnen nu met nieuwe of vernieuwde inzichten aan de slag in het onderwijs. Jullie mogen allemaal trots zijn. Proficiat. Ten tweede wil ik jullie graag bedanken, onder andere om het vertrouwen dat jullie ons hebben geschonken. We kiezen als universiteit heel overtuigd voor competentiegericht, studentgecentreerd en activerend onderwijs met een sterke verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek. En het feit dat jullie voor onze instelling kozen, doet ons deugd. Maar niet alleen het vertrouwen dat jullie ons gaven is een reden om jullie te bedanken. We willen jullie vanavond ook heel speciaal in de bloemetjes zetten voor jullie engagement. Deze proclamatie is in die zin toch een beetje speciaal. Wie hier wordt geproclameerd, heeft immers misschien wel het mooiste beroep gekozen, maar zeker niet het gemakkelijkste. Van leraren wordt heel veel verwacht. En in deze COVID-19-tijden misschien nog een tikkeltje meer. En wat lof voor jullie betrokkenheid is absoluut op zijn plaats. Ik weet niet of jullie de lijst met competenties in jullie hoofd hebben die horen bij een opleiding tot leraar. Wel, voor de meeste opleidingen is zo'n lijst beperkt tot een 10-tal of 20-tal competenties. Maar voor de lerarenopleiding hebben we ettelijke bladzijden nodig om alles te kunnen oplijsten. En niet alleen dat. Klassen deed een aantal jaren geleden een bevraging bij leerlingen en ouders om te peilen wat zij nu belangrijke kwaliteiten vinden van een goede leraar. En uit deze bevraging kwamen uit de bus grappig, enthousiast, zorgzaam, creatief, geduldig, lief, positief en luistervaardig. Mooi toch? Dus ook daarom bedankt allemaal. En na de felicitaties en bedankingen wil ik jullie zoals aangekondigd een opdracht meegeven. Deze opdracht heeft te maken met de verantwoordelijkheid die wij als universiteit opnemen op het vlak van culturele, maatschappelijke en sociale waarden. We vragen al onze afgestudeerden graag om die waarden mee uit te dragen naar de wereld buiten de universiteit. Als leerkracht kiezen jullie eigenlijk vanzelf al voor het opnemen van zo'n maatschappelijke rol. De positie die jullie zullen innemen en het vertrouwen dat jullie van jullie leerlingen zullen krijgen, laat jullie immers toe om die leerlingen te helpen bij het groeien naar sterke en gelukkige wereldburgers. Beste studenten, voor ik afsluit wil ik jullie nog meegeven dat deze proclamatie geen eindpunt is wat ons betreft. Onze universiteit zal jullie niet loslaten. We gaan jullie op de hoogte houden als er interessante nieuwtjes zijn. En we gaan jullie attent maken op allerlei activiteiten waar jullie elkaar terug kunnen ontmoeten. Via het CNO organiseren we een uitgebreid nascholingsaanbod waarvoor jullie altijd welkom zijn. En mochten jullie zin hebben om toekomstige studenten mee te begeleiden bij stages, of hebben jullie misschien ideeën om zelf een nascholing te verzorgen, aarzel niet om dit aan ons te laten weten. Dat jullie hartelijk welkom zijn, dat spreekt voor zich. En hiermee ga ik afsluiten. Mede in naam van de rector wens ik jullie allen van harte veel succes in al wat jullie ondernemen en een gezonde en een voorspoedige toekomst. We zijn heel fier op jullie. Het gaat jullie goed. Ik heb u nog een quizvraag te stellen. U hebt naar de vicerector geluisterd, maar hebt u ook gekeken naar de trap achter haar? Want de vraag die ik u te stellen heb is deze. Welke vorm hadden de trapstijlen die achter de rector te zien waren? U mag dat beschrijven op uw eigen manier. Wij zijn vooral benieuwd of u het allemaal goed gezien hebt ook. Maar goed. We zijn nu toe aan het moment suprême, de proclamatie.
En voor die proclamatie nodig ik graag collega Wouter Schelfhout uit, onze vakdidacticus economie, de verantwoordelijke voor het thema school- en professionaliseringsbeleid en de nieuwe titularis van het opleidingsonderdeel Algemene Didactiek. Wouter, kom erbij, het is aan jou. Geachte alumni, beste wederhelften, vrienden en vriendinnen, trotse ouders, grootouders, kinderen en, gezien ons veranderend zij-instromend studentenpubliek met een zekere leeftijd, ondertussen wie weet zelfs kleinkinderen. Als voorzitter van de examencommissie heb ik de eer en het genoegen om formeel de namen van de geslaagde studenten te mogen afroepen. Van heel dit gebeuren vanavond is deze proclamatie zelf uiteraard veruit het belangrijkste deel, uiteraard. Maar ik moet het oprecht toegeven, tegelijk ook wel het saaiste. Gelukkig kan je nu, dankzij tante corona, tijdens dit deel even je was ophangen, je strijk doen, je plantjes water geven, wat yoga beoefenen, misschien de oven of andere zaken voorverwarmen. Enfin, te veel om op te noemen, laat je creativiteit maar gaan. Op het einde van deze proclamatie vaardigen we dan ook, in lijn met de Masterproof wedstrijd, zoals door het CNO aangekondigd, de prijs uit voor de alumnus die het meest creatief bezig is geweest tijdens deze proclamatie. Maar daarbij natuurlijk er ook wel in slaagt om een kleine test tot een goed einde te brengen, waarbij we opnieuw 5 willekeurige afgestudeerden uit deze lijst gaan nemen en waarbij de alumnus dan uit de losse pols direct moet kunnen zeggen met welke graad deze student is geslaagd. Om het ook allemaal nog iets echter te maken vanavond, vragen we je om, als je naam hoort, even recht te staan, plechtig naar je tv of computerscherm te wandelen en je diploma in ontvangst te nemen. Je krijgt dan 3 kussen van deze voorzitter, coronaproof en op afstand uiteraard, en daarna kan je dan onstuimig in de armen werpen van je geliefde. Daar zien wij toch niets van. Hè? Maar wel opnieuw paraat staan uiteraard tegen het volgende deel van de proclamatie. Enfin, alle gekheid op een stokje. Haal die laatste chips erbij. Tracht het pretpakket dat je per post van de lerarenopleiding hebt ontvangen nog niet helemaal te verorberen. Trek je joggingbroek nog eens goed aan. En here we go voor een plechtig moment. Hebben met vrucht de leraaropleiding aan de Antwerp School of Education doorlopen en behalen hierdoor formeel het diploma of bekwaamheidsbewijs tot leraar secundair onderwijs tweede en derde graad. Voor de educatieve master cultuurwetenschappen. Lynn Klaus met onderscheiding. Vincent Langezaal met onderscheiding. Joachim van Meijervenne met onderscheiding. Sarah van Rompuy met onderscheiding. Charlotte van Waaienberg met onderscheiding. Lotte van den Branden met onderscheiding. En Nick van Verkouteren met onderscheiding. Lisa Verlooy ook met onderscheiding. Voor de educatieve master maatschappijwetenschappen. Janna Bellens met grote onderscheiding. Valerie Blijweert met grote onderscheiding. Len Binou met onderscheiding. Mariette Klauwers met grote onderscheiding. Sarah Janssens met onderscheiding. Helen Larbi met voldoening. Caroline Lemaire met onderscheiding. Caresse van Aert met grote onderscheiding. Sarah van Gorp met onderscheiding. Robbe van Steenland met onderscheiding. Britt van Trier met onderscheiding. Jana van Wijmeers met onderscheiding en Elke Willems met onderscheiding. Voor de educatieve master economie, Jona Klaas met onderscheiding en Charline Opdenbeek met onderscheiding. Voor de educatieve master wetenschappen en technologie, Mario Kaluwe met voldoening, Bruno Crozet met onderscheiding. Aylan Idix-Bix met onderscheiding. Benjamin Peters met grote onderscheiding. Laura Taimans met onderscheiding. Fien Verhaert met onderscheiding. Julie Verlinde met onderscheiding.
voor de educatieve master ontwerpwetenschappen, Ella Klaes met onderscheiding, Kaat Voets met grote onderscheiding en Roela Wagemans met grote onderscheiding. Voor de educatieve master talen, Michel Bellemans met onderscheiding, Sophie Berges met grote onderscheiding, Lisan Broekhuis met onderscheiding, Kathleen Buitaert met grote onderscheiding, Sarah de Bois met voldoening, Elif Duman met onderscheiding, Marie Geudens met onderscheiding, Mathieu Huibrechts met voldoening, Remy Meijersdorf met onderscheiding, Emily Marien met onderscheiding, Lien Mees met voldoening, Sophie Moors met grote onderscheiding, Stef Nellis met grote onderscheiding, Charlotte Permans met onderscheiding, Claudia Piot met grote onderscheiding, Leen Poelmans met onderscheiding, Suarina Maria Pop met voldoening, Hannelore Verachtert met onderscheiding, Sophie Verbist met onderscheiding, Gitte Verhagen met onderscheiding, Dries Verheide met onderscheiding en Imke Verschuren met onderscheiding. Voor de educatieve master gezondheidswetenschappen. Lise Aerts met onderscheiding, Nathalie Serneels met grote onderscheiding en Jolien Taals met grote onderscheiding. Voor de specifieke lerarenopleiding wiskunde. Dit is het traject, zoals het tot vorig jaar noemde, specifieke lerarenopleiding. Dieter Hendricks met voldoening, Joke Robijns met onderscheiding. Voor de specifieke lerarenopleiding biologie, Ann Brakke met onderscheiding, Irem Civic met onderscheiding, Claudio Dinkal met grote onderscheiding, Tine Dirks met grote onderscheiding, Sam Puls met onderscheiding en Witse van Kampenhout met onderscheiding. Voor de specifieke lerarenopleiding chemie, Nick de Wolf met onderscheiding. Voor de specifieke lerarenopleiding gedrags- en cultuurwetenschappen, Gudrun Kale met grote onderscheiding, Maartje Janssens met onderscheiding, Wenke Keizers met onderscheiding, Femme Swinnen met grote onderscheiding. Speciaal voor de specifieke lerarenopleiding economie, Nathan Adriaanses met extra veel voldoening. De specifieke lerarenopleiding geschiedenis dan, Doreen Smolders met onderscheiding. De specifieke lerarenopleiding talen, Marisse Kuipers met onderscheiding, Louise Dont met onderscheiding, Milena de Bakker met onderscheiding, Jasmin Heijman met grote onderscheiding, Josephine Janssens met onderscheiding, Laura Lanen met onderscheiding, Louise Lambrechts met onderscheiding, Emma Moermans met onderscheiding, Anneleen Moison met onderscheiding, Amber Paris of Paris met onderscheiding, Sam Roggen met grote onderscheiding, Charlotte Vekemans met onderscheiding en Charlie Willems met onderscheiding. Vanuit de specifieke lerarenopleiding die tot vorig jaar verbonden was aan het CVO Vitant, Marieke Bedeer met onderscheiding, Ben Berkmoes, geslaagd, Katrien Bergs, geslaagd, Evelien Boré, geslaagd, Tom de Baardemaker met grote onderscheiding, Lize de Beukelaar, geslaagd, Anne de Beukelaar, geslaagd, Jurie de Koning, geslaagd, Melanie de Meij, geslaagd, Annelore de Winter, geslaagd, Karim Fabzi, geslaagd, Astrid Janszeune, geslaagd, Tira Kareitvara, geslaagd, Lize Michta, geslaagd, Helena Nelissen, geslaagd, Stefanie Pauwels met grote onderscheiding, Céline Suikerbuik met onderscheiding, Ilse van Assen, geslaagd, Sandra van Noten, geslaagd, Leen van de Kouter, geslaagd, Isabella Verelst,
grote onderscheiding. Anne Verhagen, geslaagd. Linde Verhoeven, geslaagd. Linde Perdaans, geslaagd. Janneke Renes, geslaagd. Nathalie Bogaerts, geslaagd. Inge Coudron, geslaagd. Anke Letanie, geslaagd. En Anke Massaar, geslaagd. En dan uiteindelijk voor het postgraduaat in de didactiek Nederlands aan anderstaligen, Lisbeth Dulster met grote onderscheiding. Lisa IJzermans met grote onderscheiding. Belma Turcinovic met onderscheiding. Martien Vispoel met onderscheiding. Josefa Voets, geslaagd. En last but not least, Martin van Otterlo met onderscheiding. Beste alumni, ook van mijn kant, gelukwensen met dit mooie resultaat. Ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier ook toe met jullie loopbaan in het onderwijs. Maar geniet vooral vanavond van dit succesgevoel. Dank u. Heel veel proficiat en ze zijn uiteraard gemeend. Ik moet u nog even melden dat de trap achter vicerector aan de Schepper, dat die niet helemaal op zich gekruld was, maar wel de trap stijlen. We kregen daar een antwoord binnen, de trap is gekruld. En, enfin ja, ik wist niet goed wat ik heb de jury moeten raadplegen. Het waren de trapstijlen die waren gekruld, maar genoeg daarover. Deze proclamatie zou onvolledig zijn zonder de stem van de praktijk. Elk jaar nodigen we een gastspreker uit die vanuit zijn of haar invalshoek naar onderwijs kijkt en die ervaring eventjes met ons wil delen. Dit jaar is dat Kim van der Aura, directeur van het Atheneum van Hoboken. Het is een school die ik zelf goed ken, omdat ik daar al jaren in de buurt woon. En ja, voor wie nog nooit van Hoboken heeft gehoord, Hoboken is een district ten zuiden van Antwerpen, tussen Wilrijk en Hemiksem, zo je wil. En eigenlijk is het een heel volkse wijk en dat heeft te maken met de vroegere aanwezigheid van heel veel havenindustrie, arbeiderswijken en dergelijke meer. Tegenwoordig vormt zij samen met het Kiel een hele, ja, ik mag toch zeggen, een gezonde multiculturele smeltkroes met veel onderwijskansen, onderwijsuitdagingen, maar ook met nog de, wat we dan toch mogen noemen, de volkse, de gezellige Antwerpse mentaliteit. Ik weet dat gezellig en Antwerpse mentaliteit niet altijd samengaan in de oog van mensen die buiten de parking wonen, maar ik geef het toch maar mee. In elk geval is het allemaal typisch voor de grootstedelijke context. We gaan eens luisteren naar wat Kim van der Aura voor u te vertellen heeft. Er wordt veel gesproken over het onderwijs en over de job van leraar. We hebben te veel vakantie, we moeten maar 20 uurtjes doen. Hoe ik erover denk, we hebben de mooiste job die er bestaat. Goedenavond, laureaten van de Antwerp School of Education. Ik ben Kim van der Aura. En ik ben nu voor het vierde jaar op rij directeur van Atheneum Hoboken. Meer dan 20 jaar geleden stapte ik in het onderwijs als leraar Engels. Een tijdje later heb ik ook studenten zoals Willy begeleid tijdens hun stage en tegelijkertijd mocht ik de nieuwe collega's ondersteunen op onze school. Gedreven door mijn streven naar gelijke kansen heb ik uiteindelijk het lesgeven ingeruild voor de coördinatie van het gelijke kansenbeleid. En zo ben ik in mijn huidige functie gerold. Het is mij een eer om jullie te mogen feliciteren tijdens dit bijzonder moment. Jullie hebben een sterke opleiding genoten en voldoende ervaring opgedaan tijdens jullie stage. Ik ben ervan overtuigd dat jullie als gemotiveerde, gepassioneerde en geëngageerde leraren het werkveld zullen instappen of al gestapt zijn. Er staat jullie een hele taak te wachten. Gemotiveerd, gepassioneerd en geëngageerd omdat we leraren zijn in een superdiverse wereld. Elke leerling in onze klas heeft een eigen verhaal en een eigen rugzak. Op onze school bijvoorbeeld praat niet elke leerling Nederlands met zijn ouders. Of hebben ze niet allemaal een eigen werkplekje om te studeren. Of zelfs een computer of toegang tot internet. Dat werd ons eens te meer duidelijk vorig schooljaar toen we omwille van de gezondheidscrisis
onze leerlingen niet meer konden ontvangen op school. Toen moesten we ons uiterste best doen om hen toch nog aan het leren te houden. We hebben hen gebeld, we hebben huisbezoeken gedaan, we hebben bundels gaan afgeven en computers uitgedeeld. Onze jongeren verdienen toponderwijs. Elke jongere moet een eigen traject kunnen afleggen om zoveel mogelijk te kunnen groeien en te kunnen leren. Onderwijs en een diploma bieden kansen en openen nieuwe deuren voor hen. En daar is het ons toch om te doen. Gemotiveerd, gepassioneerd en geëngageerd, omdat we niet alleen kennis overdragen, maar ook opvoeden. Jullie zullen onze jongeren opvoeden tot wereldburgers door hen een brede kijk te bieden op de wereld. Jullie zullen hen maximaal voorbereiden om actief deel te nemen aan onze samenleving. Verlies nooit jullie motivatie of jullie passie en jullie engagement. Vergeet niet om genietend, zorgzaam en hoopvol in het onderwijs te staan. Dat zal jullie een plezante, zinvolle en warme loopbaan opbrengen. En dat wens ik jullie van harte toe. Gefeliciteerd en succes in het onderwijs. Zo, daarmee hebben we alles gehad voor vanavond. De attention span bij online onderwijs is altijd wat korter dan live. En in normale tijden zouden we nu allemaal collectief de zaal uitstromen richting receptie. We hebben trouwens nog overwogen om jullie allemaal via Deliveroo een glas bubbels te laten brengen. Een overhapje met kaas en garnalen. Maar ja, met al dat morsen onderweg dachten we misschien is zo'n aperobox toch wel beter. En ik hoop dat jullie hem allemaal ontvangen hebben. Ik zou zeggen, pak die box erbij en laten we zo dadelijk klinken op dit moment. Mij rest niets anders dan jullie allemaal ook uit eigen naam van harte te feliciteren. Focus bij het zoeken naar werk als je daar nog mee bezig bent en ook als je al in de praktijk staat. Focus niet te veel op die open uren, die vaste benoeming. Zoek vooral een school waarin je jezelf kunt ontplooien, waarin je professioneel het beste van jezelf wil geven. En hopelijk zien we elkaar ooit terug, bijvoorbeeld wanneer je zelf een van onze volgende studenten gaat begeleiden. Was dit een campus, dan zou ik nu iets kunnen zeggen als proziet senior, proziet corona, maar dat is nogal aangebrand geworden, dus dat gaan we niet doen. Laten we het gezond houden. Een toast op jezelf, dat smaakt al even goed. Ik zou zeggen gezondheid en tot ooit.